I got the MP4 day with the magazine inside. Look. Yeah. Hey, fucking hell, man. Kijk dit! Wow! Dit is even wat anders dan sieraden. Yo, yo, kijkers! En welkom bij een nieuwe aflevering alweer in België. Hoe vet is dat? Jullie gingen echt mega hard op de vorige video in België. Hij was ook mega dik, eerst gooi een handgranaat. Daarvoor staan we nu weer in België. Ik heb een leuk pakketje gekregen van rookgranaten.eu. Met heel leuk ontmaagdingsspullen erin. Kijk maar eens eventjes. Kijk eens. Ja, er zaten wel meer spullen in, maar die hebben we even gestashed voor andere video's. Maar dit is een Thunder King waar een parachute uit komt. Super vet. Ja, echt een nieuwe Spaanse collectie van ze. Dit zijn tolletjes waar een slang uit komt. Een minimatje met 40 shots. Ja, super spul. Dus we gaan het eventjes flink ontmaagden nu. En dan gaan we rammen. Let's go. Hala. Ja, als dat geen goede ontmaagding is, dan... Ja, Abba, staan we in België. Hele drukke straat, gelijk chaos. Kijk eens. Ja, let's go. Gaan! Zo, kijkers. Dit is wel de... Nou, poging nummer 2. 2. Duren we zo weer terug naar Nederland, hè? Hey. Wat is dit dan, joh? Nou. Hoor. Geen idee. Zie je dat? Een soort... Oh, wacht even. Een soort DVD-speler-achtig iets. Er komen echt wel leuke dingen uit. Ik ben blij dat we in België zijn. Jerry, thanks man. Top. Geldkistje. Ja. Ja, wat denken jullie dat ik jullie in de maling neem? Abba! Zelfs in België trekken we ze eruit. En nou hopen dat hij natuurlijk vol zit. Ja, hij, er omheen zitten allemaal mossels altijd. Maar, ja sorry hoor. Voor de mensen die langskomen. Ja. Wat zal er al... Hey, is het nou van briefgoud? Oh nee. Nou. Kijk eens. Dit is iets. Mudder. Nou, hij zit helemaal vol met mudder. Helaas maar wel een geldkistje, hé. Super fijn dit. Echt super fijn. Ja, daar komt ie. Hij is er eindelijk uit. Wow. Oh, aardige pijp ook. Ja man. Ja, wat je zegt Danny, jammer dat het geen katalysator is. Hey. Zo. Kijk, er staan allemaal nummers in. Wat is dat dan? Wow. Kijk even wat ik eruit trek in 5 minuten tijd. Ja. Wow. Geldkistie. Kijk dan, dit is ook mega zwaar jongen. Ik weet niet wat dat is. Dat is een stuk blad van jou. Oh, kijk, dat was van het pak, die hebben ze doorgesleept, zijn bladveren. Oké, zo dan. Wel van een aardige wagen geweest. Ja. En dit hebben ze... Misschien wel van een vrachtwagen, ja, dat zou kunnen. Wat is dit voor wagen, denk je dan? Dat zou ook niet, maar dat is een aardige pijp hoor. Ja man. Met de vlam in de pijp. Druk door de brennenpas. Uit. Wat is dit? Zo, maar dit is een oudje hoor. Wow, kijk aan de onderkant zie je natuurlijk dat die... Maat, dit is een super vondst. Wat is dit, een FN? John. Ja. Wat is het er voor een? Dat is de vierde al. Hier. De vierde al hier is op deze. Dit is geen FN. Nee man, hij is super dik man. Want FN heb een alleen dinges en deze loopt door. Nou, weet je wat hij zeker zijn ze is, erin. Dit wapen? Krikken! Ja man! Wow. Magazijn zit er nog de remmen in, zijn los. Ik zweer het, kijk eens. We zijn hier nog geen 10 minuten aan het strijden.
en een pistoolgeldkistje, een krik. Echt? Ja, wat wil je nog meer? Abonneer! Wat op die broek? Oh, ja. Ja, man. Ventireno. Zal dat een duur merk zijn? Geen idee. Ik ken het niet. Zit er nog een gouden ketting in? Nee, er is niks meer in. Kist gewoon. Mega geldkist. Het is geen computer, want die computer had je nooit zo makkelijk omhoog getrokken, maat. Zo! Ja, ja, dat is een mega geldkist. Wow! Lekker, man. Ja, volgens mij zit die helemaal vol ook. En volgens mij heb ik ook... Ja. Ja, even wachten. We hebben hier een... Ja, het gaat mega dik. Ik word alweer geroepen naar daar. Is dat ook allemaal mega zwaar? Sam, ja. Het is daar dat andere waar ik net aan toe. Ja. Wacht. Nee, kijk dan! Een hele scooterframe! Wat zei ik nou? Het is alvast aan een auto! Zo! Kijk eens even! Wow. Een scooterframe en een dichte geldkist! Zo! Ja, zo! Dit is van een aardige motorscooter, hè? Ja, dat is een motorscooter. Wow. Maak je geldkist open, wat wacht je nog op? Spanning op aan. Ja. Minuten maken, nou die maken we hier wel, hè jongens. Oh. Oeh, super. Nee, wat een plek, hè dit. Hé, hey, pas op, mag je gaat erin schoppen. Kijk. Zo, hè. Even nog mee. Zo, ja. Wacht. Zo. Is nog zwaar werk hier ook nog. Is dat nou wel een geldkistje? Ja, het is een geldkist, maat. Een hele grote geldkist. Hij gaat vallen. Het is gewoon een kruis. Zo, ja. Hij is dicht. Kijk dan. Zo. Dat is een schatkist, gek. Hij is dicht, maat. Een oude, hoor. Ja. Dat is echt een oude. Piratenschatkist. Ja, man. Wat? Je hebt echt een piratenschatkist. Er was zoveel spullen. Ja, mooi hè. Alles thuis. Ik hoef het in mijn auto, maar die is er niet, die auto. Hey. Oh, die heb ik ook uit de wagen gelegen. Dan zou die het zo doen dan. Ja, ik heb allemaal goed water. Ja, voor mij zitten er allemaal dingen in, man. Wow. Oh, sorry. Lekker, maat. Maar dat maakt niet uit. Voor een... lege geldkist. Nou, je weet niet, hè. Kijk eens. Er zit wat in. Ja man, kijk eens, er zitten zeker wel dingen in. Wat is dat dan? Laat je een beetje spoelenboelen. Ga maar, één foto. Kijk, volgens mij is dat van een... Er zit nog veel meer in, volgens mij. Wat zijn dat dan? Afrikaanse goudstaven. Plintjes lijken het wel. Ik zweer het, lijken wel plintjes. Leuk man, in zo'n modderbad. Lekker hoor, gewoon een tweede... Dat is voor het flipriel. Oh ja. Leuk hè, die voor mij heb hij aan de muur, er zit een ding hier ook. Voor mij heb hij aan de muur gezeten. Oh, is zo'n sleutelkluisje. Hey, kijk eens. Wat allemaal van dat spul. Jammer dat er dan niet allemaal Afrikaanse goudstaven in zitten. Maar wel een gekke kist, hè? Ja, man. Ja, man. Een dikke, beetje dik ook. Neem maar mee op je schoot. Jij zit voorin, doe jij maar. Ja, die is eigenlijk gek. Ja man, die is wel dik man. Echt super dik. Ja, leuk man. Jee, goed bezig. Dikke maan. Op naar John. Ja. Wow, ja. Kijk dit. Oh mijn god. Wow. Zo dan. Even zeggen. Wat een ding. John, explosieve man. Vliegtuigbommetje. Tweede Wereldoorlog. Wat is dit, John? Een vliegtuigbom. Oké. Gedropt door een vliegtuig. Zo, die staartjes keert, bijna niet te zien, maar dat kun je wel zien. Als dit even weinig was, had de motier kunnen wezen. Maar dan had de onderkant even langer moeten wezen. Dus er is sowieso... Dit is nog eens explosief, maar er kan niks in principe meer gebeuren. Oké. Maar... Ja... Dik man. Wow, ik sta hier van te kijken. We komen weer in België, Belgische vrienden van ons. Ja, en dit vinden wij niet in Nederland 1, 2, 3, weet je. Dit is toch wel weer een gruwelijke vondst, man.
Wow, eerst hadden we dat soort mosterdgas dingetje. En nou, nou weer dit. Ja man, dit in België, ja, heb je andere vondsten. Smijlen voor de foto dan. Hey. Ja, kijk, hey, ja. Kijk aan de bovenkant. Hij heeft die bovenkant gevonden. Ja, echt, voor mij echt. With a laser on sight. Oh my god. Nee, Ganu. Nee, nee. 1911. Nee, dit is onder. Geen idee wat het ervan is. Hè? Maar wel een leuke vondst, toch? En hier. Gaaf, hè? Yes, kijk eens. Ja, ik was echt blij met mijn geldkistie. Maar ik heb er ook eentje, hoor. En kijk eens eventjes met gouden tekst erop. Wow, volgens mij zit er een goud dingetje op, man. Of is dat aangekoekt? Ja. Ja, ik heb er ook een. Een oude FM volgens mij met hout of bakkelieten handvat. Voor mij is dit bakkeliet of is het hout? Nee, voor mij is dat hout, ja. Maar super vet. Haba, die mag er wezen. Haba. Jij moet mij niet stressen, ik ben hier met Smit en Wessen. Of met een gekke FM, wat het ook mag zijn. Super vet. Echt dik. Lekker maat. Een full package of K98 patroontjes, jongens. Denk ik, zomaar. Los. Los. John, eentje los. Maar kijk eens, een full package K98 patroontjes. Super vondst. Dik, dik. Zo, meid. Wow. Kijk dit, kijk eens. Super, maat. Wow. Jij moet mij niet stressen, ik ben hier met Smit en Wessen. En content. Hey, content. Ja, ik heb ook een loop weer gevonden. Een loop van de pistool en de trekker, man. Dus die zijn uit elkaar gehaald. Maar kijk eens eventjes, we gaan super dik. Kijk eens, lekker. Onze Belgische vrienden komen het een beetje ommaagden. Ik heb ook leuk spul om te ommaagden. Wacht eventjes. Ja, we doen het eventjes een beetje erg ommaagden. Wat een ding. Super, maat. Goed bezig. Haba. Lekker. Zullen we even naar mijn loopje gaan kijken? Ja, dat stelt helemaal niks voor, hoor. Kijk eens. We lopen weer allemaal met een glimlach op ons gezicht. Ik heb een hartstikke droge mond. Ik kom niet eens aan drinken toe. Ik heb nog steeds de koffiesmaak van vanochtend 5 uur in mijn mond. Maar let's go. Kom naar mijn loopje. Waarschijnlijk, kijk. Het is een schietpen. Weet je niet? Een schietpen. Kijk. Zo. Van een pistool. En dit is de loop. Zoals je ziet. En dit is de trekker. Dus. Ja. Zo. Weet je niet? Ja toch. Kijk eens. Heb ik gelijk. Ja toch. En dit zijn schietpennen, man. Volgens mij. Dit schiet. En dan dit schiet tegen die kogel aan. En dan schiet de kogel eruit. Ja, super, man. We gaan dik. We gaan dik. Wie is het dikste YouTube kanaal van de magneetvissers op dit moment? Laat het even weten in de reacties. Nee, ja. Je hebt een... ja, man. Ja, sorry dat ik hem gelijk nee, overneem. Nee, oh, nee, nee. Ga je gewoon, man. Ga je gewoon. Wow, volgens mij is dit een Colt 1911, man. Oké. Okay. Of... In een Beretta? Oh, ja. Of Browning. Beretta. Ja, Beretta, man. Beretta, ja? Ja, ja, ja. Nee. Nee. Volgens mij Browning. CZ. CZ. 75 CZ. Ja, CZ 75. Ja, man. CZ 75. Hey, hey. Wat zei je nou? Hey, hij zegt je staat op een verkeerde plek. Zeg, laat naar mij naar me gaan. CZ 75, maat. Wow. We gaan mega dik. Ja, hoeveel nummer, hoeveel is dit? Volgens mij is dat al een vijfde vuurwapen wat eruit is. Zesde! Gaan! Zesde! Nummertje zes! Zes! En een bom! Hoe nog meer, man? En nou, we vorige week er al 2 weken geleden erbij pakken. Ze is ondertussen al nummer 10. Nummer 10! Oh my god! So, it's a bag! And what's in the bag? Kijk maar eens eventjes. Doe maar lekker close-up, hoor! Doe maar helemaal close-up! A bag full of guns! Nee, oh my god! Allemaal onderdelen, maar kijk eens! Ook ja, man. A bag full of guns. Oh my god. Allemaal onderdelen, ja. Zo. Mauser. Mauser, ja. Mauser. Hele Mauser. Een hele Mauser, ja, man. Ho!
Oh. Mauser. Kijk. Voor. Ja man, een revolver. It's a bag. And what's in the bag? Allemaal onderdelen van een... Kijk eens, revolver. Ja, dit is gedumpt man. Dit is 100 gedumpt. Allemaal trekkers. Ja, en kijk dat, een minigun. Lijkt het wel. Ja, het is een onderdeel van een... iets, maar... Wow, a bag full of guns. Oh my god. Super maat, tik hem aan. Good. Really, really good for the content, man. Ho, kijk eens even. Ha, enge dingen. Nou, wij vliegen naar de 10k abonnees op deze manier. Kijk eens, als jullie deze video niet een duimpje omhoog geven en niet delen, dan stoppen we er gewoon mee. We worden niet afgeschoten. Nee, een wapenpakken, dan kunnen wij afschieten. Zal ik eens kijken? Ja, dat is er wel een. Hamme de baba, zeggen wij dan. Maat, super dik. Oh my god. Ja man, hamme de baba. Weer al. Wat de... Hoe kan dit joh, wat is dit man? Ja man, tikken man vriend. Zo. Hé, hey, dat kwam door deze, hè? Dat kwam door die, hè? Ja. Super, mag ik hem beet houden? Ja. Wow, zal hij het nog doen? Test. Ja, hij deed het! Wow, super dik. Ja, lui man, hey, maat. Super vet voor ons, nog een keer. Bang. Ga ze zeker even volgen op Facebook. Ga ze zeker even volgen. Link komt nou weer onder in beeld. Ja, moet wel, hè? Promotie voor promotie. Zeker. Sowieso. K98. Oh, toch een leuke vondst. Oh, wat is dat dan? Ja, wel dikwijls komt je zoiets zeggen, hè? Oh, lekker bezig, chef. Ja. Nou, ik ben er wel content mee. Een bajonet? Ja. Nog redelijk intact. Lekker man! Nou? Yes! Zo, kijk eens, ik had het er in de auto over. En ik zei tegen Danny, ik zou wel zo'n lang ding willen vinden met zo'n houten achterkant eraan die je tegen je schouder kan zetten. Zo, weet je niet, wat vindt hij? Dat is. Dat is super fijn! Kijk eens die achterkant er nog aan. Oh my god, ja man. Die gaat dikke! Ja, top man! Lekker dit! Trekken. Ja, hey, kijk eens, kijk die big smell! Echt, echt like voor deze! Oh my god! Dit is denk ik wel de allerdikste aflevering in heel de 3 jaar dat Timo die bestaat, of niet? Kijk eens, laat het weten! Heel mooi te zien, P22. Zo, inderdaad, P226. Ja man. Walter. Walter. Als die achtervolgd werden, pleurde die door de politie, pleurde die uit, hey, uit de auto vandaan en reed je met je banden overheen. Dit zijn kraaienpoten inderdaad. Kraaienpoten. Ja man, super vet. Dit is ook wel een gekke vitrinevondst. Of ja, om in je vitrine te hebben man. Hé, hey, zo vind je ze nooit. Zo vind je ze in 1 keer. 2 keer. Oh, dit is geen TomTom. Het is een Nefman. Zo, die is goed magnetisch. TomTom was niet zo goed magnetisch. Een Nefman. Ja, een soort van TomTom. Het is een TomTom, alleen het heeft een andere benaming. Ja, kijk, je kan ook naar het tankstation hier zo. Dat wordt een dure grap tegenwoordig. Maar het is er eentje. Super vette vondst weer. Maar even wat anders dan een gun, joh. Wat een bizarre aflevering. In België is tanken goedkoper. Ja, in België is tanken goedkoper. Hier kun je beter op die benzineknop drukken, cameraman. Daar heb je zeker gelijk in, ja. Mooi ding ook. Dat was een joekel. Zo. Top hoor. Ja, ik ben er blij mee. Hoppa, leukste verzameling. Wat een dag, hè? Het is helemaal te gek, man. Erg blij. Echt bizar. Raskop. Of zoiets. Het zou wel zoiets zijn. Daar weegt wel niet, denk je? Amai.
Amai. Zo mogen ze ze niet meer. Dat is wel schoon. Zo, wat me nu is gebeurd, kijk eens. Ja, dat is gewoon een stukje puur geluk. Maar het kan gebeuren hoor. Een gouden ketting aan een heel oud autootje. Zien jullie het? Kom maar even een beetje hier zo naar beneden. Een beetje uit de zon. Kijk, het zit helemaal gekleefd aan dat autootje. Het is een oud vrachtwagentje. Moet je kijken. Ja, helaas heb ik dit al gedaan natuurlijk. Kijk, zie je dat? Hij kleeft aan die... Althans, het kleeft niet echt, hè? Het zou zomaar eens een echte gouden ketting kunnen zijn, hé, maat. Dat kan, hè? Ja, dat kan, maat. Want het is nog heel mooi goudkleurig, weet je niet? Ja, dit zou zomaar eens een echte gouden ketting kunnen zijn, man. Ik zweer het. Laten we het hopen, hé. Dat zou super fijn zijn. Gewoon, ja, eigenlijk moet ik dit gewoon zo laten. Kijk hoe lauw dat is, weet je niet? De vrachtwagen, daar valt het goud gewoon uit. Ja, ja, hopen dat het echt goud is, weet je. Echt hopen, man. Wow, kijk eens. Nu zijn we op een speciaal momentje gekomen. Het is me gelukt. Het water ontmaagde heeft zijn vruchten afgeworpen. I got the MP4D. With the magazine inside. Look. Ja. Hey, fucking hell, man. Kijk dit. I don't make a joke. It's my best day in the world. One, two, I got three. Oh my God. Oh my goodness. Oh my God. Een MP40, gek. Met magazijn. Dit is crazy stuff, you know. I did it again. Again, again, again. Ik ben helemaal gestoord. 10.000 abonnees. Wij verdienen ze. Ja, ik vind het zo. Ja, voorzichtig. Hè? Ja, ja, ja. 1, 2. 1, 2. Ja. Ja, man. MP40. Kijk eens. Who's the big boss? Hè? Wie is de beste magneetvisser van Nederland? Oké, eventjes kalm met dienst, hè? Abonneer voor meer. Want dit is super de super dik. Yes! Dit is een good condition. Ja, condition is goed. Met golf nog, hè? Met golf alles. Alles compleet. Gestapo, ja. Gestapo. Ja, man, een geldkist. En dan zwaar. En dicht, hè? Dicht. Ja. Tenminste, er kan ja, niks ja, ja, uitvallen. Ja, 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 er kan niks uitvallen, nee. Kijk eens, jammer, een geldkist. Wow. Hier een oude. Ja, kijk. Hier ligt wel een tijdje. Ja, man. Tadaa! Ja, 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 ja. Kijk hier, jongens, jullie zijn aan! Allemaal sieraden erin! Ja, ja, ja. Volop sieraden! Ja, ja hoor. Ja. Kijk eens even. Portemonnee. Ja, man. Hier, ringen. Ringen, ja, kijk eens. Ja. Ja, man. Helemaal gestoord. Van MP40 naar volle geldkist met sieraden. Ja, man. Kijk eens, is dit niet zo hardy? Hé, hey, knip dan. Heel random. Goed nakijken. Ja, ja. Ja, jongen, goed nakijken. Kijk, we hebben allemaal publiek ook erbij. Ja, tuurlijk. En dat ding was zo zwaar. Ja, dat was heavy. Lekker, man. Als jullie het een beetje hebben schoongemaakt, kom ik terug. Ja, 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 top. SB. Kun jij het lezen? De USB. Ja. En nog? M plus B. S, MSB. MSB. Zeg me, ik zou lijkt wel smarties of zo, joh. Ja, nog een gek potje. Oh, oh, dat is wel leuk. Ik ga het niet openmaken, want het is vloeistof. Ja. Ik ben wel open voor, maar allemaal van die potje van neus. Ja. Ja, of gewoon die opgeloste dingen. Die andere zijn droog, deze niet. Dezelfde kleur. Wat zien we dan? Apart kistje, joh. Ja, ja, dat is heel apart kistje. Dan. Allemaal van die gekke portemonneetjes erin.
Nou, er zit volop in voor mij, of niet? Hè? Hier ook nog weer wat. Stad. Naar het slot. Voor mij gelijk wel vanuit de kerk komen of zo. Nou, lijken die pillen weer een beetje. Ja. Zo, maar dan leg maar een berg op de bodem hier. Ja, pak maar, doe het maar open. Hier nog zo'n klem. Sorry. Brillen koken. Hey, gouden bril. Nou, wie zal het zeggen? Ja, wie zou het zeggen, ja. He? Spoelen. Lekker hoor. Spoelen en opdoen. Het is wel een nieuwe voor mij. Stikker. Ook dat is met zo'n leesfunctie eronder. Ja. Dan. Maar ik denk wel dat dat zou makkelijk goud kunnen zijn. Kijk hoe mooi het blijft. Ja, als het gelijk weer mooi wordt, dan... Hey, lekker! Hey. Van onder zie ik niks hoor. Een handsirene. Ja, vind het maar. Zo, dat is een aardig kluisje wat jullie hadden. Dat is een verrassende vondst. Kijk deze munt even. 250 frank waarschijnlijk, met een B en een kroon. En hier staat gewoon 1951 in. Ja, dik man. Echt super dik. Het is waarschijnlijk zilver. Dus, en die weegt. Dus dat is goed. Ja, voor de rest wat andere muntjes. Maar die zijn niet... Oh, nou. 1957. Ja, super dik. Sieraden. Lekker man. Tik hem aan. Ja, dat was niet verkeerd. En met drugs erin of zo, hè. Medicatie. Zie je nou, een heel raar potje met... Misschien kun jij dit lezen. Oh, misschien kan je dat wel lezen. Ja, je hebt een raar potje, man. Boven staat wat, zo niet. Oh, dat is ook drugs, denk ik. Medicatie. Nou, gaaf, man. Dus, En portemonneetjes. Ja. Werden er nog een beetje portemonneetjes? Nee, eentje met een ringetje erin, die moet er ook nog eens bij. Oh, je hebt een modderbloedneus, man. Ja, maar dat geen niet, man. Als het maar niet uit mijn hersenen komt, die heb ik toch niet. Dus, ja, vet, man. Wel, top. Top. Ja, man, vol! Ja, vol, hè. Hey, dat is voor mijn MP40, maat. Deze is voor mijn MP... Nee. Ja, wel, 45. Zo helemaal vol met kogels. Wow, ik moet mijn magneten echt voorzichtig afhalen. Een munitiekist vol met kogels. Jerry! Wauw, kijk hier, kijk eens. Kijk dit. Wow. Dit is even wat anders dan sieraden. Wow! Wow! Wat er gebeurt er vandaag, joh? Ja, op naar die 10k toch? Ja. Wat? Allemaal adelaartjes erin? Nee. Allemaal adelaartjes erin? Nee. Hé, hey, kijk dan. Ja, man. Kaliber .45. Gevelot. He, het zijn verschillende ook nog eens, maat. FN. Hier, FN. Punt 54. Punt 45. En... Ja man, het zijn allemaal punt 45 hitjes. Ja man. Ik ben al blij als je muntjes zo vervangen. Ja. Ja. Gek man. Wow. Goed bezig, vriend. Zo. Nou, de volgende rit terug is Cash, hè? Hey. Nou, met Cash hier hebben we. Alleen die meter nog nodig. Nee, dat schat ik wel. Dat is maar gewoon mijn kilometerstand. Hey, mijn kilometerstand, dat zijn de euro's. Ja, kijk hoor. Hey. Ja, het is gewoon doodnormaal nu. Het is er niet eens meer leuk eigenlijk. Ja, hartstikke leuk is het. Een Oezie. Althans, onder de... Hè? Laat eens zien. Oh, kijk, er komt even... Ja. Dat wat ik net heb gevonden was toch wel niet meer normaal, hè? En dit is dat toch bizar, hè? Wacht, kijk eens, eerlijk, hebben jullie het al achtergelaten in de reacties? Van wow, laat het even achter. Wat is dit, John? Geen Oezie. Geen Oezie, wat is dit dan? Nee, hoe heet het weer? Wel Israëli's. Het is ook niet de dingest. Nee, ja. Maar ik weet wat het is, maar ik moet even... Ja, bizar. Het lijkt in ieder geval op een Oezie. Het is het niet, want Oezie...
dit ja. loopt een klein beetje achter toe. Oké, oké. En dit loopt een klein beetje naar voren toe. Ja, wel bizar man. Wel bizar man. Echt bizar dit. Ja, dit. Doe eens even normaal. Doe eens even kalmpjes aan. Wow. Echt bizar dit man. Echt wat een gruwelijke dag. Kijk eens, is dit de dikste video van mijn YouTube kanaal? Laat het dan even weten in de reacties. Ik zal nu hier bovenin, rechts bovenin, zal ik nu nog een andere video gaan plaatsen. Volgens mij is dat die kant, komt die nu in beeld. Dat is ook een hartstikke dikke video. Maar doe ze even vergelijken, ja? Super. Hey Tim, welkom in. Ja man, super. Ja, dat is er weer een. Gaat goed vandaag. Duimpjes omhoog ook, hè? Duimpjes omhoog. Ja, maar kijk dan, ik denk dat een van die kogels er wel in past. Oh nee. Zo, nou, mag je ook niet. Maar schiet die andere kant? Ja hoor. Ja, hoi. Nee. Ja. Dit is punt 45. Ja, ik denk dat hij er wel in past. Ja, het is vuil ook, hè? Ja, het is natuurlijk vuil, ja. Kijk hier, daar gaat hij. Ja hoor. Enge dingen. Hele enge dingen. Kijk. Wow. Zo, kijk eens, we hadden het in de auto er nog over, want we zagen volop... stepjes van die elektrische stepjes staan. Zullen we er eentje uittrekken? En ja hoor, wat gebeurt er? En hij rijdt nog, hè? Dat is een voorwiel. Oké, nou. Nou, aan de gek, joh. Wow. Hij doet het gewoon. Zo. Hij is super dik, man. Ja. Standaardje. Standaardje, Abba. Nice man. Mag je die nou mee naar huis nemen dan? Hoe zit dat? Ik weet niet. Ja, we gaan de grens over, dus voor mij is het toch goed. Ja, maar dit gaat wel weer een beetje over de grens dan. Ja. Moeten onze grenzen wel trekken? Ja, dat komt niet goed tussen ons. Nee. Dus laten we maar niet doen. Kikken man. Ja, een bak vol hè. MP40 magazijnen, jongen. Kogels, magazijnen, wapen. Ik heb hem ingetaped man, in plastic. Hey. Gek dat. Wow. Hey, dat zijn MP40 magazijnen, man. Ja, dat zeg ik. Pas eens een keertje. Wow, gewoon aan elkaar gekleefd, hé. Nee, getaped. Getaped? Ja, er zit tape op mijn. Kijk maar, allemaal plastic. Nee, dat is modder, man. Dat is modder. Modder. Ja, man. Dik, man. Ja, man. Het zijn echt... Ja, er zit geen patroon in, volgens mij. Hoi. Nou ja, weer. Het ligt er gewoon, jongen. Hoi. Kogels heb je. Hoeveel magazijnen zijn er? 9 magazijnen. Hier, zo'n heb ik ook. Heb jij die ook? Ja, die heb ik. Dat is dezelfde. Die... Oh, ja. Maar van jou is langer. Ja, dat weet ik, maar dat moet je niet tegen iedereen vertellen. Oké. Zo. Dan denk je alles te hebben gehad, hoi. Bizar man. Kijken we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MP40 magazijnen man. Zo, deze is wel een mooie staat man. Run. Zo, het viel een beetje dood kijkers, maar ik heb er een koper boeien. Kijk maar eens eventjes wat hier wordt gevonden. Gewoon een Colt 1911. Geen grappen. Yeah, it's a Colt. Yeah. Wow. Haba. Good condition. Zo, wat. Oh, magazijn is eruit. Wauw. Ja, ik ben helemaal eigenlijk niet meer van onder de indruk. Ja, als ik dadelijk in Nederland ga magneetvissen, dan ben ik er gelijk klaar mee. Zo gaan ja. Je peux faire een foto? Is het possible to make a photo? Ja. No way! You have a verbod. You go home. Jij mag nooit meer mee. Ik ben wel blij met een muntje uit 1903.
Maar next week we come back here. Monday. Kijk nou, die is schattig. Die is schattig. Ja, die is echt schattig. Die is ook oud, hè, maat. Geloof me maar, want ik... Ja, man. Wow. Ik heb nog nooit zo'n dag in mijn leven meegemaakt, man. Ik wou weer een munt uit 1903, dat is ook wel leuk. Hé, die hoeven we niet. Die mag ik terug. Die hoeven we niet. Die is schattig, man. Piu, 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 piu. Hé, dan ga je echt naar huis. Als dit zo is. Nee, weer een revolver. Doe eens even rustig, joh. Wat? Hoe krijg je het voor elkaar, maat? En een sieraad er aangekleefd aan die revolver. Wel met tape, hé. Ja, man, wat is dit nou weer, joh? Wow. Wat de... Doe eens even rustig, joh. Hé? Nou. Wauw. Ik denk dat ik kan stoppen met YouTube, want wat moeten we nog meer vinden? Ja. Kijk eens, wat moeten wij nog meer vinden? Zeg het maar, laat het even weten in de reacties. Oh mijn god, de pol heeft zijn vinger gebroken. Dus hij is ermee gestopt. Maar ja, het is eigenlijk erg, weet je, dat zijn vinger is gebroken. Maar eigenlijk is het hartstikke goed. Want kijk eens even wat ik er nu uittrek. Ja, het is een gun. Ja, maar wat voor een. Maar wat voor een, hé, een revolver. Of niet? Wow. Hé? Dat is een revolver. Nee. Dat is echt een oudje, gek. Ja, man. Wat voor een. De dikste video op YouTube is dit, man. Qua magneetvissen. Dat ken je anders. Dat doet niemand ons na. Dat doet niemand ons na. Kijk eens eventjes, joh. Hè? Wow. Dit is een oude. Dat is een groot, hoor. Ja, nice. Zo, kijkers. Nou, het is... ik ben helemaal klaar, kijkers. Na die MP40. Kijk wat er gewoon eventjes gebeurt. Een Sten-gun. Wow. Super gek dit. Ja, het magazijn hoort hier zo te zitten. Ja, gewoon een Sten-gun. Ik doe hun maar die kleine wapens. Ga ik wel voor het grote spul. MP40, Sten-gun, een FN. Een revolver van een piraat. Wow, wat een dag, hè, kijkers. Gewoon een Sten-gun eruit. Dus even kijken in dat magazijn, kijkers. Of in die loop, kijkers. Oh mijn god. Ja, dit is... Kijk eens, met die hendel zit er nog aan. Allemaal schelpen eraan. Ja, materiaal van Hitler. Ja, ja, echt waar. Ja, klopt. Ja, man. 100.000%, ja, man. Ja, een Sten-gun. Ja, man. Ja, super gek dit. Aba, het gebeurt allemaal bij wie? Bij Timody! Wow! Ja, de schild is binnen. Ja. Ik even een schroevendraaier pakken. Ja, dan een stuk verder lag een breekijzertje, maar ja, dat is rubbel daar. Kijk eens. Ja, geld hoor. Wat wel wat. Ik heb zeker geld voor ons. Kijk eens. Kassen? Wat nu? Vasjes. Ja, muntje dan. Ja, muntje. Wat denk je nou? ID-rieden. ID-rieden. Dat is natuurlijk voor de paspersoneel. Maar hij moet er nou uit. Misschien onder die bak hier heb je ook nog zo'n bak, weet je wel. Daar zit ook wel veel geld. Moet het eruit nemen. Dan moeten we niet meer werken. Ja. Nou, je hoort wat vallen. Ja. Uit, dan. Nee, kijk voor mij, kijk, hij zit hier aan de zijduwtjes. Ja, er zit wel wat in. Ik
drukt die dingen toch in? Wat voor dingen? Papa drukt die dingen nog in. Dat is Wat is het ding dan? Oh, sorry. Zo, kijk eens, bizar weer. Ja, wat dit dan is, hebben jullie een idee? Laat het dan eventjes weten in de reacties. Ja, weer een geweer. Wat een dag, hè? Wat een dag. Dat is wel weer lekker, Wim. Ja, toch? Allemaal tweetjes. 20 cent en allemaal euro. Rabba! Rabba! Lekker man! Lekker toch? Camouflage is dat er voor hier. Yes! Heerlijk hè, wat een dag hè! Dit is bizar, Tim. Volgende keer graag weer hierheen. Ja man, nou ja, en sowieso met z'n allen wel gezellig hè? Ja man. De cameraman is ook helemaal kapot van al dat filmen. Ja. De cameraman die moest van hot naar hè? Pieuw, 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 pieuw. Zo begon het. Het viel eventjes dood, maar het is nou weer pieuw, 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 pieuw. John weer met een kluis. Cameraman gaat nog even bij John kijken. En dan is het wel weer genoeg geweest voor deze aflevering. Maar ik ga ook nog wel even een paar keer gooien. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang en niet, nog lang en niet. En we gaan nog niet naar huis. Wordt er even eentje opgepakt op het einde van de rit? Zo, die werd tegen de grond gebakt, jongen. Wow. Ja, John, helaas konden we je kluis niet laten zien. En ja, er was nog een pistool uitgekomen zelfs. De politie die was gekomen. Mijn memory card was helemaal vol. Sorry kijkers, maar volgende week zijn we er sowieso weer met een aflevering in België. En dan zorg ik dat ik een extra memory card bij me heb. En dan komt alles hartstikke goed. Maar we zijn nu weer in Amsterdam aan het magneetvissen. Nou, het lijkt wel weer op België. Ik was een beetje later, want ik moest nog eventjes naar de wc. Ik had een beetje buikpijn. Dus ik kom terug en enge ding hoor. De eerste weer, hè? Ja. Ja, we trekken het gewoon aan, hè? We trekken het mee. We trekken het mee uit België. Enge dingen, man. Een Astra is dit. Wow. Ja, de kijkers die zullen wel denken van hoe flik je het elke keer? Ja, het is gewoon bizar. En een mes en een kogel kwam er nog uit. Die had John eruit. Ja, super dik maat. Oh, dat is echt een huls. Een huls scorpion. Scorpion huls. Oké, dik. Staat er helemaal op. Ja. Oh, maar dit is de andere video. Daarvoor moet je het belletje gaan aanzetten. Bedankt voor het kijken naar deze super dikke video in België. Volgende week zijn we gewoon weer in België. Ja, hoe fijn is dat? Hartstikke fijn. Dus druk die abonneerknop in. Druk die like-button in en reageer. Laat een leuke reactie achter. Zullen we met z'n allen gaan afsluiten? Ja hoor. Oké, kijkers, doen jullie thuis ook gezellig mee? Ja toch? In 3, 2, 1. Tjoe, 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 tjo